komt een nieuwe dagelijks, een nieuw dagelijks magazine op een. Dat heet Iedereen Beroemd. Begint op maandag 27 augustus. Dit is de hoofdredacteur Geert de Waele. Goedenavond, Geert. Goedenavond. Zal het lukken? Want ja, natuurlijk, iedereen is altijd zenuwachtig. Gaat het lukken? Man bij het hond, zo'n erfenis. Maar dat gaat gewoon lukken. Well, ik lig er soms wel wakker van, maar we hebben er heel hard aan gewerkt. Ja. En ik denk echt wel dat het er goed uitziet. We hebben vorige week al wat dingen klaargemaakt. Mm-hmm. We zijn nu volop aan het oefenen. En vanaf 27 augustus is het zover. We gaan even gewoon kijken. Dit is een bumpertje, dat hebben wij ook. Ja. Dat zijn filmpjes die tussen de onderdelen van het programma worden vertoond. Ja, dat is een overgangetje. En dit is eigenlijk een tranche de vie, zegt men zo schoon in het Frans. Ja, ik vind het heel mooi. Dus, ja. Je ziet dus mensen gewoon een dag beleven, die dag. Ja, eigenlijk is het idee van... Ik heb het idee, we hebben er samen natuurlijk over nagedacht, maar als je in het station wacht op de trein, dan zie je allemaal mensen passeren. Ja. En dan vraag je, waar zijn die mensen mee bezig? Wie zijn ze? Waar zijn ze naartoe aan het gaan? Voilà. En vanuit dat idee is eigenlijk gegroeid dat we elke dag in een andere gemeente of stad gaan neerdalen eigenlijk met een cameraploeg. En we gaan gewoon gaan zoeken naar mensen. En we gaan aan bepaalde mensen vragen, waar ben je mee bezig? Waar ben je mee over aan het nadenken? Hoe denk je nou over de actualiteit? En dat is eigenlijk die dagelijkse zoektocht, op zoek naar mensen die iets te vertellen hebben. Ja, en daar gaan er veel aan bod komen. De titel van het programma is Iedereen Beroemd. Ondertussen is iedereen op televisie geweest, zelfs wij drieën. Zijn er nog mensen die niet op televisie gekomen zijn, Geert? Ik vind toch eigenlijk dat er heel veel mensen altijd op televisie komen. Ja, dat weet ik. Maar ja, dat is mijn job. Wat wil je dat ik doe? Maar ik vind dat bij u nog meevalt. Iedereen kan staatssecretaris worden natuurlijk. Hè. Well, ik weet niet. Dan kom je nog op televisie natuurlijk. Ja, toch is het idee van... Ik zie altijd dezelfde mensen in dezelfde programma's terugkeren. En eigenlijk zijn er heel veel mensen met heel bijzondere verhalen. Ja. Gewoon door op straat te lopen en mensen aan te spreken, dan kom je mensen tegen die iets bijzonders te vertellen hebben. En daarom vinden we eigenlijk wel dat Iedereen Beroemd ook kan zijn. Ja. Een heel mooie titel. Is natuurlijk een film van Dominique de Rudder, die het zelf natuurlijk ook eigenlijk geleend heeft van de kunstenaar Andy Warhol. Absoluut. Iedereen zijn 15 minuten roem. Ja. Heb je Dominique gebeld? Ik heb hem gebeld en vond het fantastisch. Ja, het is natuurlijk ook gratis reclame voor zijn film. Misschien die DVD-verkoop die nog zal groeien. Dus hij is ook niet stom natuurlijk. Nee, maar hij vond het heel leuk. Ja. Elke dag wordt iemand tot figuur van de dag gekroond. Wat voor verhaal is dat? Wel, het idee is eigenlijk om elke dag een soort van onterecht onbekende Vlaming beroemdheid te geven. Er zijn heel veel oor. Een oor, ja. Na de BV's is het nu tijd voor de oor. OOV'ers, de onterecht onbekende Vlamingen. Ja, geen onterecht bekende Vlamingen. Die zijn er eigenlijk heel veel. Ja, dat is pas. Hoe zou het nog met Sergio zijn, vragen we dan af. Ja, bijvoorbeeld. Laten we even kijken naar zo'n figuur van de dag. Eigenlijk is het hier begonnen met dat huisje, hè. Gusta. Ja, met mijn huis is dat begonnen. Ja, wat is eigenlijk eerst begonnen? De bank zeker. De bank de eerst. Bank. Dat en dan de balustrade. Dat poortje hier, hè? Ah ja, dat poortje. En dan stilletjes aan langs de bomen. Ja, als we samen zitten. Allee, dan ga ik eens iets zeggen. Een dik pot pakken. Met een goede kool. Nee, maar dat brengt sfeer, hè. En dan gaat dat breien net zo vlot. Ja, man. Je gaat toch wel lanceren. Nee, dat wil je niet zien. Ik vind het een leuk verhaal, maar dat zet weer zoveel mensen aan om te breien. Niet doen. Laat de natuur voor wat ze is. De verrassing, wat is dat? De verrassing is eigenlijk een beetje een antwoord op een soort van bananasplit. Dan is het altijd mensen beetnemen, eigenlijk een soort op een verkeerd been zetten. Met de verrassing willen we eigenlijk mensen gewoon gelukkig maken. Een soort van glimlach. Het klinkt redelijk melig, ik weet het. Maar eigenlijk is dat de bedoeling. Maar je doet iets en dan zet je toch een soort van verborgen camera. Het is wel verborgen camera, maar het is niet om de mensen... Zoals Benny Dorn Bastards ook, eigenlijk een soort van... Geen loer te draaien. Maar echt gewoon gelukkig te maken. Ja. En dat is dan een verrassing, bijvoorbeeld dit. Ja. We zien een bushokje. Ja, dat klopt. En daar staat opeens dan een woonkamer in. Ja. Ja. En in plaats van dan gewoon in een leeg bushokje te wachten, kan je eigenlijk gewoon in een fauteuil gaan zitten, de krant lezen, met mensen praten. Krijg je dan goede reacties of zijn de mensen een beetje zuurig van wat zal hier nu weer in mijn week? Typisch Vlaams. Eerst gaan ze een beetje op afstand staan. Dan nemen ze een foto met hun smartphone. En dan beginnen ze koekjes te eten. Het zal heel erg afhankelijk zijn
zijn van de stad. Zouden de mensen in de stad Oostende daar goed op reageren? Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat ze op het einde ook zouden kijken wat ze kunnen gebruiken thuis. Van. Ja, we gaan die zetels meepakken. Ja, dat moet je doen. Vergelijken in elke stad. Antwerpen. In Ieper word je met open armen ontvangen. Hij heeft zo'n geweldige mensen. Maar we komen sowieso overal. Ja, dat is ook zo. Een quiz, een dagelijkse quiz? Ja, we beginnen eigenlijk elke dag met een pendelquiz. Het is een actualiteitsquiz, maar dan niet in een studio, maar in de trein. Dus we kiezen eigenlijk een reiziger die meedoet aan een quiz. Je kan 3 vragen beantwoorden. Eerste vraag €50 juist, tweede vraag 100. Terwijl hij op de trein zit? Ja, 150. Maar als hij een vraag fout heeft, dan moet hij op de eerstvolgende halte afstappen. Ah ja. Dus dat is jammer dan, maar ik kan wel geld verdienen. Ja. Het is een vrijwillige reiziger, okay. Als je de eerste vraag fout hebt... Dan is het jammer, dan heb je geen geld en moet je afstappen. Vooral als je dan begint in de quiz op Brussel-Zuid en je moet naar Oudenaarde, dus in het centraal al afstappen gewoon. Hij mag dan wel de volgende trein natuurlijk nemen, maar met goed. Vragen. Dan heb je nog Christine Maas, die gaat Facebook zoeken. Ja, wel, ik weet niet hoe dat dan zit met Facebook, maar ik krijg zo soms verzoeken. Ik ken die mensen niet, ik voeg die toe en we zijn dan vrienden, dat is natuurlijk belachelijk. We hebben gezegd van, laat ons dan in een keer echt in praktijk brengen. We gaan gewoon met een iPad op pad eigenlijk en we spreken mensen aan, wil jij met mij vrienden worden? Ja. En dan voeg je die toe en zie je het profiel en dan is eigenlijk het begin om dan een keer te kijken, wat staat er nu eigenlijk op je profiel en wie zijn je en wie ben je? En dan komen er eigenlijk wel verrassende gesprekken. Ja. Heb jij tijd om televisie te kijken? Want dit is zo'n programma, daar ben je nog aan het werk. Dus na het journaal, tussen 19:30 eigenlijk. Stijn's afwas weinig heruitzendingen en opnames. En, maar af en toe staat het dus op in het passeren. Hè. Er staat er één op het kabinet, omdat we af en toe toch wel eens ook het nieuws moeten zien. Wat we... Wat ze allemaal over jullie zeggen, natuurlijk. Of wat we zelf zeggen. Ja, en wat je zelf zegt. Goed, dat is nationaal. En het begint op maandag 27 augustus. Jullie zijn zeer snel om het najaar op te starten. Ik wens je daar veel succes mee. Kijk er naar uit. Iedereen beroemd, dames en heren. Geert de Waalen. Ja.